Not today, we only got some. The triple platinum. Hierbij open ik deze academische zitting, waarin Manouk Hendricks het academisch proefschrift getiteld Fetal Growth Restriction Observation Over Time in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Geachte prorector, leden van de beoordelingscommissie, beste familie, vrienden en collega's. Dank dat jullie alle vandaag hier aanwezig zijn. Graag geef ik jullie komend kwartier mee in het onderzoek dat wij afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Het onderzoek draait om groeivertraging. Maar goed, om te beginnen, wat is groeivertraging eigenlijk? 1 op de 10 zwangere vrouwen krijgt te maken met een kindje wat te klein is en is mogelijk ook groeivertraagd. Groeivertraging is daarbij een belangrijke risicofactor voor een slechte start van het kindje na de geboorte. Maar dat niet alleen. Ook op de lange termijn zien we dat de ontwikkeling van het kindje vaker achterblijft. Daarbij ook een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Maar helaas kan groeivertraging ook leiden tot sterfte. Vaak onverwacht, zowel tijdens de zwangerschap, maar ook daarna. Daarom is het ontzettend belangrijk dat we die groeivertraging tijdig kunnen opsporen. En om iets te kunnen opsporen, hebben we ook een definitie nodig. En dat brengt ons op deze slide. En daar kunnen jullie eigenlijk een hele rij met poppetjes zien. Maar voordat ik jullie die uitleg, wil ik eerst even meenemen van hoe kijken we eigenlijk naar de groei van een baby. En tijdens de zwangerschap meten we zowel de buitenkant van de buik van de moeder, maar ook met de echo. En een aantal maatjes die we dan meten, gooien we met een formule. En daarmee berekenen we geschat gewicht. En aan het geschat gewicht kun je ook een percentiel vasthangen. En een percentiel betekent eigenlijk hoe dat kindje zich verhoudt ten opzichte van de rest van de groep. Dus als jullie hier op de afbeelding een hele rij kinderen zien staan, die allemaal even oud zijn, maar verschillen in grootte. En 10% kleinste, die vallen eigenlijk onder het 10e percentiel, hier in het rood weergegeven. En als dat het geval is, krijgt de zwanger of de moeder te horen van, uw baby is te klein. Als we dat hier ook gedurende de tijd weergegeven, dus met op de horizontale as zien jullie de zwangerschapsduur en op de verticale as het geschat gewicht, zien we in het grijs het gebied boven het 10e percentiel. Dus dat zijn kindjes die normaal geschat gewicht hebben, zoals die groene baby. Zit de hele zwangerschap in dat grijze gebied. En die oranje baby, die bevindt zich onder dat 10e percentiel. Dus die zou op ieder meetmoment te klein zijn. Maar goed, is het wel zo zwart-wit? Kunnen we op basis van een simpel percentiel zeggen van, jij bent te klein en jij bent goed gegroeid? Nou goed, voordat we daar een antwoord op geven, wil ik jullie eigenlijk meenemen in een casus. Dus een casus is een verhaal over een patiënt die wij hebben gezien. Als een mevrouw die 30 weken zwanger was en omdat ze de baby minder voelt bewegen, meldt ze zich bij de verloskundige. De verloskundige stuurt haar in naar het ziekenhuis. Wat wij in het ziekenhuis doen is dat we een hartfilmpje van de baby maken. Kijken naar de hartslag en dat zag er goed uit. Daarnaast hebben we ook de groei van de baby gemeten. Want we weten als een baby groeivertraagd is, kan hij zich mogelijk minder lekker voelen. En als een baby zich minder lekker voelt, dan kan dat leiden dat hij dus minder gaat bewegen. En hier zien we die groei die we dus hebben gemeten, weergegeven in de curve. Je ziet dus bij 30 weken heb ik een puntje gezet van de meting op dat moment. En zoals jullie zien valt hij in het grijze gebied. Dus op dat moment is die baby normaal goed gegroeid. Dus mama wordt gerustgesteld en gaat terug naar de verloskundige. Hier zien jullie het ook weer in die rij poppetjes weergegeven. Het kindje valt in het grijze gebied, dus voor dat moment een normale meting. Maar goed, tot een aantal weken later als ze gaat bevallen. Bij de eerste weeën wordt de verloskundige meteen dat de hartslag van de baby nogal zakt. Ze maakt zich zorgen en terecht. In het ziekenhuis zien wij dat ook op het hartfilmpje. De hartslag van de baby gaat nogal onderuit. En we besluiten dat de baby snel geboren moet worden. Helaas lukt dat niet meer met een vaginale baring, want dat is niet snel genoeg. Dus er wordt een spoedkeizersnede verricht. En bij die spoedkeizersnede wordt een kindje geboren met een aangeslagen start. Dat bleek eigenlijk een slechte start.
Die huilt niet goed door, is niet mooi roze en heeft meteen ondersteuning van de kinderartsen nodig. Wat daarnaast opvalt is dat de moederkoek die geboren wordt, ook wel placenta genoemd, dat die een stuk kleiner is dan wat we eigenlijk zouden verwachten voor deze zwangerschapsduur. Dat heeft ons aan het denken gezet van, ja, wat zou er nu gespeeld hebben? Dit past bij groeivertraging, maar goed, het kind was toch op een normaal gewicht bij onze meting. We zijn dus terug gaan kijken. Dit was de meting bij 30 weken. Als we dan kijken naar de meting bij 20 weken, die eerder is gedaan, en we daar een lijntje tussen trekken, valt meteen op dat die lijn een stuk vlakker loopt dan die groene lijn. Die groene lijn is de potentie die baby dus had kunnen groeien, maar wat hij niet heeft gedaan tijdens de zwangerschap. Dus de vraag is, als je van deze plek naar deze plek zet, zit je op beide momenten in het grijze gebied, maar is dit niet ook een soort groeivertraging? En hebben we die gemist? Om hier een antwoord op te vinden, zijn we dit onderzoek aangegaan. En we hebben een grote groep zwangeren, allemaal met een geboortegewichtpercentiel boven het 10e percentiel, dus allemaal normaal geschatte kinderen, gekeken naar de groeisnelheid tussen 20 en 30 weken. En dat zien jullie hier in de figuur weergegeven. Op de horizontale as zien we de categorieën geboortegewichtpercentiel en op de verticale as de groeisnelheden. En wat meteen opvalt, is als men lager in die groep komt, dus ook al is het boven het 10e percentiel, maar meer bij het 20e en het 30e, dat die kinderen langzamer hebben gegroeid tussen 20 en 30 weken dan die groep tussen het 50e en het 80e percentiel. Als we dat dan vertalen naar wat betekent dat nu eigenlijk voor het kind, zagen we dat diegenen die dus vertraagden in groei dan wat we eigenlijk verwacht hadden, die zien we hier in het geel, dat die vaker een slechte uitkomst hadden, die kindjes bij de geboorte, vaker in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en zelfs vaker op de NICU, dus de neonatale intensive care unit voor kinderen. Ondanks dat ze dus een eigen normaal geschat gewicht hadden. Toen zijn we gaan denken, waardoor komt dat? Hoe komt het dat een kindje afbuigt en groeit? En dat brengt ons bij de placenta, oftewel de moederkoek. Die zorgt ervoor dat het kindje voldoende voedingsstoffen krijgt tijdens de zwangerschap. En linksboven zien we een moederkoek van een gezonde situatie, van het kind goed heeft gegroeid. En de drie andere afbeeldingen zien we afbeeldingen waar dus afwijkingen gezien worden die bij groeivertraging kunnen passen. Zoals bijvoorbeeld hypoplasie, dat de placenta kleiner is, er kunnen infarcten voorkomen, bloedingen, bepaalde gedeeltes kunnen sneller uitgerijpt zijn, maar er kan ook trombose optreden. Als we al die dingen bij elkaar pakken, noemen we dat maternale vasculaire malperfusielesies. En wij zijn dus in die placenta's van die zwangeren ook boven het 10e percentiel gaan kijken van zien we deze afwijkingen ook. Dat zien jullie hier in de figuur. Rechts is de kolom in het geel, dus die bevinden zich allemaal onder het 10e percentiel. Daar komen die afwijkingen veel voor, maar beperkt zich niet tot die groep. Ook in het 10e, 30e en daarboven zien we dat deze afwijkingen zichtbaar zijn. Maar goed, die placenta, die is er pas na de geboorte. Dus we worstelen ermee van wat zouden we tijdens de zwangerschap al kunnen gebruiken om die functie van die placenta weer te geven. En dat brengt ons bij biomarkers. Biomarkers zijn bepaalde stofjes in het bloed die we kunnen bepalen om de functie van die placenta al eerder in te schatten. En een van die stofjes is PLGF hier in het blauw, ook wel placenta groeifactor genoemd. Het is goed om daar veel van te hebben, dat is een gezonde situatie. Als dat niet in balans is met SFIT1, want dat is eigenlijk zijn tegenhanger, dan ontstaan er problemen. Dus het is van belang dat je evenveel PLGF als SFIT hebt, of in ieder geval dat het in balans is. En dat zien we ook in die middelste afbeelding. Maar als het kindje groeivertraagd is, zoals we hier rechts zien, dan neemt die SFLT1 eigenlijk de overhand en neemt die gezonde PLGF weg. Wat ervoor zorgt, en wat dus ook een indicatie is, dat die moederkoek minder goed werkt. We zijn allereerst in de literatuur gaan kijken van, zien we een verschil in die PLGF tussen kindjes met een normale en een vertraagde groei? En vanaf wanneer zien we dat? En hier in de figuur zien we het oranje kindjes weergegeven met een vertraagde groei en in het blauw met een normale groei. Wat eigenlijk meteen opvalt, dus zo vanaf 20 weken, dat er een duidelijk verschil komt in dat stofje en dat PLGF echt lager is bij kindjes die langzamer hebben gegroeid. Toen we dat wisten, zijn we ook in onze eigen populatie, dus in onze eigen studiegroep gaan kijken van, kunnen we iets met die biomarker als we die meebepalen?
Als we dan uitgaan van de situatie hoe we in eerste instantie keken, dus als we enkel de gegevens van moeder hebben, zoals haar lengte, haar gewicht, of ze rookt, of ze eerder een kindje heeft gekregen wat groeivertraagd is, en de 20 weken echo meenemen, dan kunnen we 4 van de 10 kinderen met groeivertraging goed opsporen. Voegen we daar die groeisnelheden aan toe, dus die meting tussen de 20 en 30 weken, dan zien we dat we 5 van de 10 kinderen goed kunnen opsporen. En voegen we daar als laatste die biomarkers aan toe, dan stijgt dat naar 7 op de 10. Dus de combinatie van deze factoren maakt het ons makkelijker, of kan ons in ieder geval al helpen om de juiste kinderen op te sporen. Maar goed, toen kwam de vraag, als dat kindje is geboren, houdt het dan op? Of werkt die groeivertraging nog door op de lange termijn? En wat wij zagen is dat als een kindje tijdens de zwangerschap, ook al bevindt hij zich dus boven dat 10e percentiel, afbuigt in groei, dat leidt tot een soort catch-up, dus een toename in groei in de eerste 3 levensjaren. Alsof er dus een groei ingehaald moet worden. En wij denken dat dat zeker van belang is voor huisartsen en bijvoorbeeld consultatiebureauartsen, dat ze in de eerste levensjaren van het kind wel op de hoogte zijn dat dit tijdens de zwangerschap heeft gespeeld en dus mogelijk ook zijn doorwerking heeft daarna. Dit brengt ons terug op de afbeelding van het begin, waar we ons afvroegen, is het inderdaad zo zwart-wit? Kunnen we stellen dat dat 10e percentiel de goede afkapwaarde is? En na deze studie of na dit onderzoek te hebben gedaan, denk ik dat we daar toch nog een groeipatroon aan toe moeten voegen, waar we echt wel alert op moeten zijn. En dan voornamelijk die gele baby, die dus op ieder los moment een goede meting heeft, maar zou je gedurende de tijd kijken, zie je dat die echt afbuigt en dus de nodige risico's loopt. Dat brengt ons ook naar de baby uit de casus, waar het helaas niet goed mee is afgelopen. Deze baby liet allerlei kenmerken van groeivertraging zien. Maar goed, hij had wel iedere keer een goed normaal gewicht en daarom hebben we het eigenlijk niet herkend. Dus concluderend zou ik dan ook willen zeggen, groeivertraging betekent niet per definitie een kleine baby. En om groeivertraging goed te kunnen opsporen en tijdig, denk ik dat we naar groeisnelheden moeten kijken, daar de biomarkers aan toevoegen. En dat het vooral niet ophoudt bij de geboorte, dat het zowel voor als na de geboorte zijn uitwerking kan hebben. Bedankt voor jullie aandacht en dan geef ik het woord graag terug aan de prorector. Hartelijk dank voor uw presentatie, keurig binnen de tijd. En dan gaan wij verder met de verdediging. Voor de mensen die deze procedure niet kennen, zo'n proefschrift wordt voorafgaande aan deze verdediging beoordeeld door een beoordelingscommissie. Die vinden het dan van zodanige kwaliteit dat we tot dit moment kunnen komen. Dus die fase is gehad. De verdediging wordt geopend door professor Nijhuis, die voorzitter van de beoordelingscommissie is. Professor Nijhuis. Dank u wel, meneer de prorector. Ja, mevrouw de kandidaat, allereerst van harte proficiat met een heel mooi proefschrift. U hebt het ook duidelijk nou net weer uitgelegd. Mooie presentatie. En felicitaties natuurlijk ook voor uw supervisors aan de overkant. Het is weer een mooi proefschrift in de Nederlandse school. Er zijn natuurlijk een paar dingen die ik niet begrijp. Dat gaat vaak zo. U bent eigenlijk wel duidelijk dat die echo's moeten meer gebeuren. En dan zie je die groei, die zie je gaan. Dus 1 meetpunt is natuurlijk niet bepalend. Dat hebt u zelf ook goed gezegd. Maar wat ik nou zo mooi heb gevonden, dat u daar ook een beetje een standpunt neemt. Want u hebt nou een heel mooi proefschrift en u zegt op pagina 37, zegt u nog wel een keer dat die guidelines van ons, dat die eigenlijk dit niet zeggen dat je meer moet meten. Zouden we niet gewoon moeten zeggen als NVOG, come on, we gaan gewoon veel vaker meten. Bent u dan bang om met een verloskundige, met een KNOV ruzie te krijgen? Of vindt u het nog niet de tijd voor een ferm standpunt? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw vraag. Zeker. Die 20 weken echo, ik ben heel blij dat heel veel zwangeren deze in Nederland ondergaan. Natuurlijk niet alleen voor de groei, maar ook voor de structurele organen te bekijken en ook de afwijkingen tijdig op te sporen. Daarom is deze 20 weken echo ook heel gebruikelijk.
En inderdaad, in dit proefschrift hebben we gebruik kunnen maken van groeisnelheden, omdat we een 30 weken echo hadden in een hoogrisicopopulatie die zich inderdaad in een academisch ziekenhuis meldde. Dus de situatie is natuurlijk anders dan als je geheel Nederland, waar je gemixte populatie zou hebben. Helaas hebben we inderdaad in de richtlijn nu staan dat we die 30 weken echo niet standaard hoeven uit te voeren. Komt mede door de IRIS-studie die afgelopen jaar gepubliceerd is. Daar is in een lage risicopopulatie inderdaad gekeken. En met als uitkomstmaat SGA, ja, waar ik natuurlijk mijn bedenkingen bij heb, maar wat wij zelf ook gebruik van hebben gemaakt, omdat je vaak ook nog niet anders kunt als er nog geen andere composite uitkomst is voor groeivertraging. Dus ja, als je het mij zou vragen, absoluut, geef iedereen die 30 weken echo. Maar ik denk dat we die IRIS-studie zouden kunnen overdoen. Of in ieder geval meer internationaal kunnen kijken. Zoals bijvoorbeeld de POP-studie van Gordon Smith uit Cambridge. Zij hebben eigenlijk in een mixpopulatie gekeken. En zij zien dat die screening van dus kindjes met groeivertraging en een slechte uitkomst wel degelijk toeneemt van 20% naar 57%. Ik denk dat dat wel de moeite waard is. Ja, maar als ik even mag onderbreken, zou je dan niet gewoon bij 20 weken, 28 weken en 34 weken bijvoorbeeld gewoon 3 echo's doen standaard? Dan heb je toch een curve? Want ik ben het met u eens, een meting is maar een meting, maar een curve is natuurlijk wel mooi. Dus we gaan gewoon Nederland invoeren, 3 echo's, 20, nog los van de NIPT en de 12 weken echo. En dadelijk de echo's die nog vroeger gaan natuurlijk, van die 18 weken echo. Ja, het is nu al 18 weken, dus je gaat steeds minder vinden in de zin van uw onderwerp. Hè. We kunnen de congenitale afwijking wel op tijd opsporen. Maar als we dat nou gewoon doen, 20, u zet in de krant dat het zo moet. En dan komt u in op 1 en dan gaat u het nog eens een keer uitleggen. Ik ben al heel blij dat we in het ziekenhuis in een groot gedeelte van de patiënten die we daar zien, de 28, 32 en 36 weken echo maken. En die plotten ook heel mooie curves. Maar ik denk dat die groep niet de groep is waar we nu onze zorgen over hebben. We hebben echt de zorgen ook om de laagrisicopatiënten die zich bij ons melden bij 40 weken. En dan helaas het probleem. Maar hoe gaan we dat dan oplossen? Die 30 weken echo wel invoeren en misschien in een mixpopulatie. En na 30 weken dan? Gaat er na 30 weken niks meer mis? Als je 30 weken op groei bent, dan is het oké? Nee, zeker niet. Er komt nog bij 36 weken. Ja, ik denk vooral, want veel studies die kijken naar 20 en 36 weken, daar zijn wij ook tegen aangelopen. We hebben ook gedacht, moeten we niet bij 36 weken doen. Maar dan is ook je interval om in te grijpen een stuk korter natuurlijk. Ja. Bij 30 weken kun je nog bijvoorbeeld je CTG monitoren, je dopplers, je kunt iemand nog echt gaan bewaken. En ik ben bang dat we bij 36 weken misschien al achter de feiten aanlopen in sommige gevallen. Dan kun je misschien nog inleiden in plaats van een seksueel. Ja, zo mooi. Ja. Ja. Zeg, maar nou nog even, want u hebt natuurlijk een helemaal nieuw idee over wat groeivertraging is. En dat vind ik mooi, dat is altijd mooi, nieuwe initiatieven. Maar wat ik nou niet begrijp is dat u zegt dat P10 tot P50 vindt u suboptimaal. Appropriate for gestational age. Dus als je P45 bent, dan ben je nog steeds suboptimaal. Dat vind ik wel een beetje gek. Als je P50 bent, dan ben je optimaal. Dat bijt elkaar wel een beetje. En het kan toch eigenlijk niet zo zijn als je een verdeling hebt dat P40 niet gewoon. Waarom is P40 suboptimaal? U verwijst heel mooi naar ons eerste stuk waar we inderdaad deze indeling hebben gemaakt in suboptimaal en optimaal. Als ik nu kritisch terugkijk op het geheel, is de vraag of we die indeling op die manier hadden moeten maken. Zeker. Maar wat we wel in de literatuur zien, is dat echt een beschermende groei, bijvoorbeeld voor een sterfte, zo tussen dat 75ste, 80ste percentiel zit. Dus meer met dat in ons achterhoofd hebben we deze indeling gemaakt. Maar nee, het is absoluut niet zo zwart-wit dat je P45... En P50, dat is een groot verschil. Nee, want je hebt de verdeling niet wel zo gemaakt. Ja, zeker. In het eerste artikel hebben we dat ook gedaan. Daarna hebben we dat geprobeerd wat meer los te laten, wat meer te varen. Toen we eenmaal zagen van groeisnelheden zouden ons kunnen helpen. Toen zijn we die eigenlijk gaan toevoegen aan SGA. Ja. Dus, ik snap er dus ook wel wat voor te zeggen. Want we weten dat de perinatale sterfte en morbiditeit bij P60 kinderen minder is dan bij P50. Dus misschien moeten we. Maar dan is het gek waarom dat zo geboren wordt in Nederland. Of we zijn allemaal een beetje groeivertraagd misschien. Wie weet, misschien is dat wel goed. Ja. Dat we een beetje groeivertraagd.
Als we me niet afwijken, dat is vandaag. Er is nog wat te doen, geloof ik. Maar ik ben heel tevreden met uw antwoord. En ik geef graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel. Dan wordt de oppositie voortgezet door collega Scherjon, hoogleraar verloskunde in Groningen en tevens lid van de beoordelingscommissie. En u ziet hem op het scherm. Want Groningen-Maastricht is ten tijde van COVID best wel ver als je een kapje op moet in de trein. Hartelijk dank, meneer de conrector, voor het woord. Ik wou de promovendus van harte feliciteren met het manuscript zoals dat voor ons ligt. Ik heb het twee keer mogen bestuderen en met veel plezier. Het is een onderwerp wat me enorm aan het hart ligt. Ik wil ook uw begeleidingsgroep feliciteren met het werk wat voor ons ligt. Maar ja, het hele proefschrift ademt wel het probleem wat we hebben met definities en opsporen. En gaat het ons nu lukken om die groeivertragers op te sporen? Ik wou eigenlijk een heel klein beetje een vraag stellen naar aanleiding van wat collega Nijhuis eigenlijk ook al een beetje aanroerde. Was ik helemaal niet van plan om het te vragen, maar nu wou ik het toch aan u vragen. In de algemene discussie op pagina 177 laat u een figuur zien. Kunt u misschien even bijpakken, die figuur op pagina 177? En dan zie je dat eigenlijk alle kinderen een afbuiging van hun groei hebben na 30 weken. Ja, vinden we dat eigenlijk ook al niet een probleem? En je ziet dat alle kinderen een afname van hun groeisnelheid hebben bij 30 weken. Dus zijn we eigenlijk niet in alle zwangerschappen at risk voor problemen, omdat je na 30 weken al die afbuiging van die groeisnelheid ziet? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw vraag. Inderdaad, op afbeelding 177 hebben wij het geschat gewicht weergegeven tijdens de zwangerschap, maar eigenlijk net iets meer gebaseerd op de buikomtrek van de baby, die AC ook wel genoemd. En deze groeit inderdaad lineair tussen 20 en 30 weken. Die buigt daarna wat meer af. Maar het is fysiologisch om daarna af te buigen. Want dat is bijvoorbeeld ook een reden dat je kunt zeggen, ik bereken groeisnelheden tussen 20 en 30 weken en niet tussen 30 en 36. Ik onderbreek je meteen even, want is dat nou echt fysiologisch? Is het logisch dat in een groeicurve, zouden we het neonataal ergens accepteren dat die groeicurve afbuigt? Is het eigenlijk echt fysiologie, denk je? Of denken we toch dat de placenta langzamerhand rond het einde van die zwangerschap problemen gaat geven? Ik denk dat tussen 30 en 36 weken, althans, ik beschouw dat wel nog als fysiologie, omdat ik hoop dat de gemiddelde zwangere vrouw in ieder geval de zwangerschap tot 37 weken krijgt uitgedragen, mits er niets aan de hand is. Hè? Als er geen andere gecompliceerde factoren zijn. Ik wijs een beetje naar eerdere studies waarbij laat zien dat de perinatale sterfte in Nederland ook het allerlaagste is als een kind op de P80 groeit en niet op de P50. Kunt u dat verklaren? En zeker een kind wat de hele zwangerschap op de P80 heeft gegroeid, die zal dan ook niet veel hebben afgebogen, of in ieder geval niet de mogelijkheid hebben gehad om 40 percentielen af te buigen, tenzij die heel macrosoom was op het begin. Maar als je op de P50 zit, dan zou je mogelijk in ieder geval 40 percentielen hebben kunnen dalen, waar dus ook daadwerkelijk een probleem is. Dus inderdaad, die P80 is safe. Ja. Ik denk wel richting de P90, de P100, dat we natuurlijk ook weer in het vlak van de macrosomen krijgen, de invloed van diabetes op de placenta. Ik wil niet zeggen dat dat een goede referentie is. Ik wou met u in uw proefschrift benoemt u bepaalde plekken, introduceert u biomarkers. PAP-A noemt u in de proefschrift, en waar mijn hoofdstuk 3. Verderop in de proefschrift bij hoofdstuk 5 komt placental growth factor wordt betrokken in de modellen. Toch heeft u in het model zoals u dat in hoofdstuk 3 gebruikt, waarin PAP-A zit, komt u in een area under the curve, of in een predictie van ongeveer ruim 70%. Kun je dat nou klinisch gebruiken in een laag risicopopulatie? Ik had u niet helemaal goed verstaan, maar ik begrijp dat u hoofdstuk 3 bedoelt, hè? Tabel 3?
Precies, hoofdstuk 3. Daar heeft u een model gemaakt en daar zit pap A zit daarin. En dan komt u op een voorspellende waarde van ruim 70%. Ja, ik denk juist zo bij 12 weken als de zwangere toch bloed gaat prikken, dat het ons zeker, zoals je dan eerder de combinatietest had, die nu wat meer door de NIP-test is vervangen, dat juist heel mooi zou zijn als we bij een zwanger dan de pap A bijvoorbeeld kunnen meeprikken. En dat we al een beetje een risico-inschatting kunnen maken of deze zwangere hoog of laag risico is. Ja. We moeten absoluut niet alleen van dat moment laten afhangen, maar ik ben wel van mening dat je ook in de laag risicopopulatie dat zou kunnen meebepalen. Ja, zijn de testkarakteristieken met een positief voorspellende waarde van bijna 10%, is dat voldoende? Ja, ik denk zeker in het eerste trimester is het vooral de negatief voorspellende waarde die we in de literatuur zien die van belang is, omdat wij eigenlijk willen uitsluiten. We willen mensen kunnen geruststellen en met een gerust hart terugsturen naar bijvoorbeeld de eigen verloskundige. En we willen een beetje in kaart brengen wie we nou wel willen gaan opvolgen. En mogelijk hebben we dan te veel mensen verkeerd als positief gelabeld. En die krijgen dan net iets te veel controles. Maar ik denk dat dat beter is dan andersom. Ja. Zou u dat nog willen uitzoeken in een bepaalde studie? Wat voor vorm van studie zou je dan voorstellen? Ik zou heel graag het FMF-model in onze populatie gaan testen. Dus dat we eigenlijk bij 12 weken zowel een laag als een hoog risicopopulatie met medenemen van de dopplers en de biomarkers, dus de pap aan de PLGF gaan kijken van wie voorspellen we bij 12 weken dat hij een hoog risico is. En komt dat ook uit? Hebben we dat inderdaad goed geschat? Of zit er wel naast? Ja, maar dan is het wel weer interessant dat u op pagina 135 laat zien dat het model van de Fetal Medicine Foundation, dat dat eigenlijk niet voorspellend helpt bij met name de leedontzet voor groeivertraging. Klopt, het is een heel mooi model. En daar hebben we denk ik de grootste probleem. Ja, ik wou zeggen, daar hebben we natuurlijk net de grootste problemen mee met het voorspellen van de late groeivertraging. Hè. De vroege groeivertraging, die herkennen we wel, maar die late, die herkennen we niet. En daarin laat het Fetal Medicine Foundation model nu net zien dat het onvoldoende goed werkt. Klopt, het FMF-model doet het goed voor de preterm FGR en niet voor de A-termen. Omdat het lastig maakt, is dat het FMF-model als uitkomstmaat FGR ambieert, maar dat het SGA onder het vijfde percentiel gebruikt. Dus ja, we hebben gepoogd om aan SGA een groeisnelheid toe te voegen. Maar inderdaad, we hadden allemaal A-termen neonaten. Dus we zagen dat het in het eerste trimester nog niet zo goed te voorspellen is. Maar als we mogelijk die shifting kunnen maken tussen hoog en laag risico, en dat we dan kunnen zeggen, nou, u komt in aanmerking voor een aantal extra groeiecho's, eventueel met dopplermetingen. Dan zou het denk ik wel kunnen helpen. Want op dit moment doen we eigenlijk nog helemaal niets mee bij 12 weken met deze stofjes. Nee. Ik kijk heel even naar de rector. Ik denk dat ik tegen mijn tijd aanloop. U hebt uw tijd volledig gebruikt. Maar als u nog een hele mooie vraag heeft, dan doen wij dat graag voor gasten van buiten. Ik wou alleen nog even vragen. U hebt de abnormale groeisnelheid van de buik op minder dan 20% gedefinieerd. Waarop is dat gebaseerd geweest? Wij hebben dat gebaseerd op de Casimir-studie. Zij zagen dat onder de 25 percentiel, dus ook deze afkapaal, dat inderdaad gerelateerd was aan een slechte start van de baby. Maar goed, dit onderzoek, dit hebben we natuurlijk een aantal jaren geleden opgezet en uitgevoerd. En als we terugkijken, zien we nu natuurlijk in studies dat we misschien wel over 40 of 50 percentiel daling moeten spreken. En dat we op deze manier eigenlijk te veel zwangeren labelen als groeivertraagd onnodig.
Dus nee, ik zeg niet dat 25% de afkomwaarde is. Zeker niet als je ziet wat nu in de richtlijnen is komen te staan voor 40% daling over 10 weken. Ja. Ik wou u heel vriendelijk bedanken voor het beantwoorden van mijn vragen en geef graag het woord terug aan de rector. Dank u wel. Dan gaan wij de vragen voortzetten door collega Zweep. Die is hoogleraar chemische endocrinologie. En ik hoop dat we uit de aard van de vragen gaan begrijpen wat dat vakgebied inhoudt. En hij was tevens lid van de beoordelingscommissie. Dank u wel, meneer de rector. Nijmegen ligt een stuk dichter bij Maastricht, dus ik hoop dat de afstand omgekeerd evenredig is met de kwaliteit van deze digitale verbinding. Mevrouw de promovendus, ik wil u geweldig complimenteren met uw boek. Ik heb er heel veel van genoten. Ik heb het tot twee keer, ik denk letter tot letter, we houden ze dan de referentielijst goed doorgelezen. En ik heb er veel van mogen leren. En ik wil in deze compliment ook graag uw promotor en uw beide co-promotoren betrekken. Ondanks dat ik veel inhoudelijke vragen heb, zou ik toch eerst even naar de introductie willen. En kunt u pagina 13 er eens bij nemen? En dan met name de laatste 9 regels. Want daar beschrijft u eigenlijk het biologische mechanisme voor de biomarkers die u gaat bestuderen. En ik zal proberen heel kort samen te vatten wat ik denk dat er staat en daarbij een vraag formuleren. U zegt dat PLGF pro-angiogenetisch is, dat hij bindt aan de VEGF-receptor en daarmee de pro-angiogenetische werking van VEGF versterkt. En dat er bij gereduceerde placentaire perfusie dat hypoxie optreedt en dat er de soluble flit omhoog gaat en daardoor de concentratie van PLG weer naar beneden gaat. En dat laatste, dat snap ik eigenlijk niet goed, want als ik kijk naar tumoren en normaal in het lichaam als ergens hypoxie is, dan zet het lichaam alles in werking om allerlei pro-angiogenetische factoren te versterken en anti-angiogenetische factoren, zoals angiostatine, te remmen. Maar in dit geval gebeurt dat eigenlijk niet, hè, want je hebt hypoxie en u ziet toch een dalende concentratie van het PLGF1. En dat maakt eigenlijk dat ik tot de vraag kom van, ja, is dit nou een oorzaak of een gevolg van het probleem dat het niet werkt, het mechanisme, zoals je eigenlijk biologisch zou verwachten? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw vraag. De PLGF inderdaad pro-angiogeen en ESFET anti-angiogeen. Ik denk dat het wel een oorzaak en een gevolg is. In eerste instantie als de placenta gewoon goed werkt, geeft u beide stoffen af. En als die minder gaat werken, of dat nou inderdaad komt door de hypoxie, zal er een verschuiving plaatsvinden waarin ESFET 1 de overhand neemt van de PLGF. Maar doordat dit gebeurt, dus die disbalans, treedt er ook hypoxie op. Dus ik denk zowel dat het een oorzaak als een gevolg is. Dat als je het vanaf beide kanten kunt... Is dat logisch? Want die PLGF1 is pro-angiogenetisch. Dus je zou zeggen bij hypoxie zou die concentratie omhoog moeten. Maar doordat die soluble flit omhoog gaat, wordt dat weer weggevangen. Dus dan ga je eigenlijk dat effect teniet doen. Waardoor een gedeelte van de placenta dus niet meer goed functionerend werkt, kan hij dus niet meer die PLGF afgeven. En gaat dus juist die ESFLIT1 meer aanwezig zijn dan die PLGF. Maar vaak voordat wij die hypoxie zien, of 6 weken van tevoren, vindt deze verschuiving in PLGF van ESFLIT al plaats. Dus mogelijk zal er lokaal in die placenta inderdaad hypoxie plaatsvinden. En als we daar histologisch naar zouden kijken, zouden de hypoxie ook zien. Maar is de vraag hoe we natuurlijk hypoxie definiëren als wij het in de kliniek zien. Dan is dat hele proces van tevoren heeft al plaatsgevonden. Ja, want als ik nou bladzijde 112 ga in hoofdstuk, hoofdstuk 6, dan zegt u in de 4e regel bij de discussie, dan zegt u dat de biomarkers een hele goede predictie hebben voor de placentaire lesie. En ja, ik dacht het woord predictie. Is dat dan eigenlijk wel predictie of is dat meer een reflectie van wat er gebeurt? En dat heeft weer met dat oorzaak en gevolg te maken. Inderdaad, een reflectie. Dus wij zien in het bloed aan de hand van die stofjes wat er mogelijk in de placenta gaande is.
De opzet in die studie was eigenlijk om het te voorspellen. Omdat we dachten, we zien die zwangere tijdens de zwangerschap. Dan kunnen we dit stofje prikken en dan voorspellen we wat we na de geboorte in die placenta gaan zien. Dus ja, van beide kanten zou ik dat om kunnen beredeneren. Ja, heel goed. Zou ik een van de paren mogen vragen om stelling 6 voor te lezen en dan nadrukkelijk om het laat om het vijfde woord in die zin wat meer accent te geven? Stelling 5. Het standaardiseren van laboratoriumtesten vergemakkelijkt de interpretatie en implementatie in de kliniek. Mooi, dank voor dit voorlezen. En dan zou ik mevrouw de Pommervennis willen vragen of u bladzijde 99 eens bij wil pakken. En dat zijn de grafiekjes waar net ook al over gevraagd is. En wat me bij die grafieken opvalt is dat u in uw boekje het steeds heeft over de ratio flit PDLG1, dat de beste marker is voor het onderscheid. En als u nu kijkt naar die drie figuurtjes die op bladzijde 98 en 99 staan, dan zie ik eigenlijk het onderscheidend vermogen in die ratio's tussen de normale en de aangedane groep juist bij die ratio niet zo terugkomen. Kunt u daar een verklaring voor geven? Ja, u vat heel mooi samen wat inderdaad in deze figuur heeft plaatsgevonden en wat het hele probleem is waar we tegenaan zijn gelopen. Wij waren op zoek naar een afkapwaarde. Wij zouden tegen de mevrouw die voor ons zit willen zeggen, nou, met deze PLGF-waarde gaat u een kindje krijgen wat groeivertraagd is en nu moeten we in de gaten gaan houden. Maar toen we die review gingen schrijven, liepen we al meteen tegen de heterogeniteit in assays. Je hebt natuurlijk verschillende fabrikanten, verschillende antilichamen gebruiken om PLGF en S-flut te bepalen. Dus prik je in het ene ziekenhuis een PLGF-waarde van 38, heb je misschien in het andere ziekenhuis een waarde van 50. Dus daar zit al een heel groot verschil in, dat je dat niet kunt vergelijken. En dat zien we ook in deze studies dus terug, dat het heel gevarieerde uitkomsten zijn. Wat daarnaast, meer aan de klinische kant, de uitkomstmaat het probleem is. Deze studies gebruiken heel uiteenlopende definities voor groeivertraging. Soms alleen gebaseerd op geboortepercentiel. Soms werd de Doppler meegenomen. Soms werd ook naar de groeisnelheid gekeken. Dus op beide, zowel de voorspeller als de uitkomst, is hartstikke heterogeen. En dat zorgt er ook voor dat we in deze figuur zien dat die bolletjes erg uiteenlopen en dat er dus ook overlap is. Ja, de rector vroeg mij eigenlijk terloops uit te leggen wat de chemische endocrinologie is. En helaas kan hij mijn aantekeningen in dit hoofdstuk niet zien. Maar ik heb op verschillende plekken heb ik tja bijgezet. En dat is niet zozeer zoals u het beschreven heeft. Maar meer omdat door die heterogeniteit en die grote verschillen die conclusies toch heel lastig te trekken zijn. En dan kom ik toch even terug op die stelling 5 of 6 die u Paarnhof net voorgelezen heeft. En dat woordje vergemakkelijkt had ik laten executeren. Had u toen u dit hoofdstuk geschreven had, dat toch niet moeten zeggen dat dat eigenlijk noodzakelijk is om die tussenlapspreiding en die vergelijkbaarheid goed te maken? En dat vergemakkelijkt vond ik een beetje bijna eufemistisch geschreven. Ik ben al heel blij dat het noodzakelijk is voor noodzakelijke stofjes. Zoals 2000, calibratie 2000, zagen we dat we voor de echte stofjes die heel veel mensen nodig hebben, die bepaald worden in het bloed, dat we daarmee bereikt hebben dat die met elkaar uit ieder ziekenhuis vergeleken kunnen worden. En ja, natuurlijk hoop ik dat we dat ook voor PLGF en S-flut 1 gaan bereiken. Maar ik denk dat er zo nog heel veel stofjes zijn, zoals bijvoorbeeld beta-HCG, wat we gebruiken in de follow-up van een EEG. Het is maar net in welk ziekenhuis de zwangere zich meldt. En ze heeft een andere waarde die niet te vergelijken is met als ze op een andere plek komt. Dus absoluut, als je mij vraagt, is het noodzakelijk. Maar ik denk ook dat we moeten kijken hoeveel stofjes dit ook nog voor nodig is en hoeveel patiënten daar baat bij kunnen hebben. En dan sluiten zij in de rij aan, denk ik. Ja, zoals uw co-promotor weet, voor HCG, voor de EUG, die kan overal goed gemeten worden. Maar zo gauw hem voor een GTD of GTN inzet, dan zou ik u adviseren om het naar Nijmegen op te sturen, het landelijk. Maar dat even tussendoor. Ik had al beloofd door het boekje te willen wandelen. Kunt u nog wat zij de 73 daarbij pakken, als ik nog tijd heb? En kijk even tegelijkertijd naar de rector toe. Dit is dan uw laatste vraag. Ja, helemaal goed. Dan zal ik ook kort zijn. Als u inmiddels bij bladzijde 73 aangeland bent, tabel 3.
dan snap ik eigenlijk niet zo goed de percentages bij de referentiegroep als ik naar die weken kijk. Hè. Ik heb geprobeerd de getallen te interpreteren. Als je kijkt naar de intervallen van 12 tot 16, 12 tot 20, dan zie je ineens in de groep van 12 tot 30 een percentage van 12,68. Wat er helemaal niet meer terug te vinden als je dan kijkt naar die subgroepen 16, 30. Dus ik heb geprobeerd in mijn hoofd een grafiek te tekenen aan de hand van uw getallen. En te kijken waar dan die stijging van 12,68 te vinden is. En ik kom er gewoon niet uit. Misschien kunt u mij nog eens helpen. Een heel kort antwoord geven. Ik zou het heel graag voor u tekenen, maar dat gaat er meer niet worden. Maar het zal zitten in de stijging tussen 12 en 30, dat dat een langer interval is. En dat daar een grotere toename zit dan tussen 16 en 30 weken. En dat we voornamelijk zien, dat hebben we in deze studie naar voren laten komen, dat we dus als je longitudinaal kijkt, dat je dus kunt zien aankomen welke zwangere een probleem gaat hebben met haar placenta, doordat haar biomarker dus onvoldoende is gestegen. En dan is het dus zowel een oorzaak als een gevolg eigenlijk. Ik snap uw antwoord en ik had beloofd kort te zijn. Ik ben helemaal tevreden met uw antwoorden en ik geef graag het woord terug aan de rector. Dank u wel. Dan zal nu de oppositie worden voortgezet door professor Kruidwagen, ook lid van de beoordelingscommissie en hier in Maastricht hoogleraar gynaecologie. Dank u wel, meneer de rector. Dag mevrouw de promovenda, ik wil u allereerst feliciteren met u ook uw begeleidend team. Prachtig boekje vind ik, goed leesbaar, los van wat statistische bewerkingen, daar heb ik altijd wat moeite mee om die door te spitten. En ook een hele fraaie layout, wil ik ook nog eventjes aan toevoegen. Belangrijk onderwerp is die fetale groeisnelheid. En wat ik opvallend vond, is dat u in uw introductie op een gegeven moment aangeeft dat een groot deel van die kleine baby's niet per se groeivertraagd zijn. U noemt zelfs een percentage 50-70%. Dat vind ik heel veel, maar goed. Omgekeerd gaf u net ook al aan in uw praatje, dat de kinderen tussen de P10 en de P90 niet per se niet groeivertraagd zouden moeten zijn. Hele simpele vraag, kunt u denk ik kort op antwoorden. Aan welk percentage moet ik denken? Hoeveel van die kinderen zijn daadwerkelijk wel groeivertraagd, terwijl ze binnen de normaalwaardes vallen? Hooggeleerde opponent, bedankt voor je vraag. Ik denk zo'n 25-30%. Okay. Die zeker zich in die groepen vinden. Ja. Ik denk dat je die kunt wegstrepen onder de P10 en dat je kunt verplaatsen naar boven. Precies. Dat het percentiel gewoon niet te afgewaarde is en dus gewoon te simpel is om te zeggen we gaan de pathologie van fysiologie onderscheiden. Dat kun je niet op basis van één enkel percentiel. Met andere woorden, in die groep die zogenaamd te klein is, zit een heel groot percentage wat eigenlijk helemaal niet te klein is. Mm-hmm. En omgekeerd, in de groepen waarvan we zeggen die is normaal, er zit een behoorlijk percentage wat niet normaal is. En die groep probeert u te herkennen door te kijken naar de groeisnelheid. Als ik nou naar de curves kijk, die je net ook hebt laten zien, dan heeft de groep van kleine kinderen heeft een andere hellingshoek dan de groep die normaal groeit. Dus je hebt ook een lagere groeisnelheid. Moet je daar niet voor corrigeren als je ze met elkaar gaat vergelijken? Want anders hebben ze altijd een lagere groeisnelheid. Dat is inderdaad als je naar EFW, dus Estimated Fetal Weight, zou kijken. Dat die berekening aan de wand van de Hedlock-formule, waar je de hoofdomtrek, de lengte van de been en de buikomtrek in gooit. Dus die is door meerdere factoren beïnvloedbaar. Maar de AC, dus de buikomtrek van de baby, die loopt eigenlijk, ook al zit je onder het tiende of boven het tiende percentiel, loopt die stabiel tussen 20 en 30 weken. Die is vergelijkbaar bij alle. Die is vergelijkbaar. Dat is ook de reden dat we ons daarop hebben gefocust. Met natuurlijk de AC als eerste afbuik bij groeivertraging vanwege het brain sparing effect. Mm-hmm. Maar die lopen juist lineair. En dat is eigenlijk voorbij. Als je zou zeggen, ik ga tussen de 20 en 36 weken groeisnelheden berekenen. Dan is het logischer dat een kindje wat klein is langzamer groeit in die periode. Maar tussen 20 en 30 weken is dat niet het geval. Okay. Want je zit dan bij 20 weken gewoon al kleiner. Bijvoorbeeld op basis van je genetisch pakketje.
ten opzichte van, dus je begint gewoon zo en je loopt daarna gewoon beide parallel, krijgen. Parallel voor de AC geldt dat. Ja. Duidelijk, oké. Hele andere vraag. Die impactparagraaf vond ik ook zeer lezenswaardig. Daar geeft u ook aan dat je door wat extra's te gaan doen, die kinderen beter kunt gaan herkennen. En u zult, denk ik, uit betoog van een van de voorgangers, mijn buurman hier, hebben begrepen dat er niet zo lang geleden geld geen probleem was. Je kon een echootje extra maken, een biomarkertje extra bepalen. Hè. Als dat leidt tot betere uitkomst, moeten we dat doen. Tegenwoordig ligt dat wat moeilijker. Hè. Als wij binnen ons ziekenhuis wat extra dingen gaan aanvragen, krijgen we stevig de vraag terug van, nou, is prima om dat te gaan doen, maar wat kun je dan laten? Want het mag niet duurder worden. Wat zouden we nou kunnen laten om de kosten acceptabel te houden, maar toch die kinderen die gevaar lopen, die eruit halen? Ja, zeker met die oplopende zorgkosten moeten we daar wel over nadenken. Daar kunnen we niet omheen. Als we even de groeisnelheden loshalen van de biomarkers, om die groeisnelheid te berekenen, dat gaat ons geen extra geld kosten. Het kost een paar minuutjes. Je hebt losse metingen, de echoscopisten meten, mits ervan uitgaan dat iemand de 20 en 30 weken eigenlijk krijgt. De kostenpost zou hem zitten in die biomarkers. Hoe ik dat voor me zie, is dat iemand, een zwangere prikt sowieso standaard bij 12 weken bloed. Je zou geen extra lab medewerken, je zou geen extra afnaammoment hebben. Wat je wel hebt, is dat je die biomarker moet betalen, inderdaad. Die zijn €21 per stuk. Wordt gezegd, als je dat keer 2 doet, zou je op €42 uitkomen. Maar wat ik hoop, dat we dus op het begin beter die scheiding tussen hoog- en laagrisico kunnen doen. En dat het voornamelijk in het einde ons geld gaat opleveren. Mijn tijd is er al nu bijna opvallend kwijt, dus nog even. Een prima antwoord, maar in hoeverre, u zei net, kijk, die kinderen onder de P10, 50% tot 70%, is helemaal niet goed vertraagd tegen normale groei. Kunnen we niet op een gegeven moment een aantal dingen weglaten? Dat je zegt van, nou ja, ik heb die biomarker bepaald, die is goed. Ik heb die echo niet nodig, ik heb die echo niet nodig. Ik hoop kunnen we vooral patiënten terugverwijzen van de tweede naar de eerste lijn bijvoorbeeld? Laat ik nou eens even iets. Ik hoop vooral op de zorg kunnen gaan verplaatsen. Wat we nu het Zuiderlands ziekenhuis doen, daar wordt gebruik gemaakt van de CTG in de thuismonitoring setting. En je ziet ook dat zorgverzekeraars zoals CZ echt gemotiveerd zijn om centra te helpen. Om juist ook de patiënt waarbij het lastig is om dagelijks voor een CTG van thuis naar het ziekenhuis te komen. Zij gewoon op afstand dat hartfilmpje kunnen maken. De zorgverlener dat afleest. Kost een paar minuten en het scheelt gewoon geld. En ik hoop dat we door die biomarkers te bepalen net iets eerder die patiënt in kaart krijgt en mogelijk ook wel wat seksshows kunnen besparen. Eerder inleiden, een dagopname kost €750, een seksshow 4 dagen in het ziekenhuis liggen. Dan kun je heel wat biomarkers voor bepalen. Dus ik denk dat er een deel winst valt te behalen in dat management. Dus meer van klinisch naar polyklinisch of naar ambulant verplaatsen. En misschien kunnen we meer toch vaginale baringen als we op tijd zijn. En nog meer samenwerken. Dat moet nu al doen, denk ik. Ja, absoluut. Ja. En dat kan natuurlijk met de e-health, wat nu steeds meer komt. Ook thuis de bloeddrukmetingen. Het kan de verloskundige prima en mijn vrouw ook inbegeleiden. Hoeft zij niet het ziekenhuis voor te bezoeken. Okay. Dus ik ben benieuwd hoe dit over 5 jaar is met al deze ontwikkeling. Ik denk dat veel meer in de thuissituatie kan plaatsvinden. Ja. Dank u wel voor uw antwoorden. Ik geef het woord terug aan de rector. Dank u wel. Het is altijd jammer dat een rector zich er niet mee mag bemoeien. Dat had ik graag gedaan als het over de kosten in de zorg gaat. Maar dus geef ik toch het woord aan collega Driessen, ook leraar kindergeneeskunde, ook aan het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Dank u wel, meneer prorector. Mevrouw Provendus, van harte gefeliciteerd met dit hele mooie proefschrift. Wat men deugd doet, is dat het niet stopt bij de baring, maar dat het ook wel een beetje doorgaat in een gebied waar ik me wat meer thuis voel, namelijk de kindergeneeskunde, als de kinderen eenmaal geboren zijn. En daar heeft u in hoofdstuk 8 een en ander over geschreven. Daar zegt u eigenlijk dat intrauterine groeivertraging voorkomt bij zowel kinderen die met een laag geboortegewicht geboren worden en kinderen die een normaal geboortegewicht hebben. Dat had u in uw inleiding ook mooi weergegeven. En u maakt zich vooral zorgen dat kinderen met groeivertraging uiteindelijk de inhaalgroei laten zien. En dat dat wel eens
nadelig zou kunnen zijn. In dat kader wil ik u vragen, Paranin vragen, de laatste stelling waarschijnlijk voor vandaag voor te lezen. Stelling 8. En daar gaat mijn vraag namelijk over. Sorry. Omdat catch-up groei in de ATR-meneonaat nadelig is, kan intrauterine groei vertraging gebruikt worden voor studies naar passend neonataal voedingsadvies. En ik ben natuurlijk ontzettend nieuwsgierig wat dat passende neonatale voedingsadvies is. En wat voor studie dat dan zou moeten zijn. Hoogleraar Offenent, bedankt voor je vraag. Ik had gehoopt dat we in samenwerking met de kinderartsen hier een antwoord op konden geven. Nee, ik denk dat we ons bewust moeten zijn over die catch-up groei. We zien in de literatuur dat de vraag is of het positief is of negatief. We lezen dat voornamelijk bij prematuren dat het wel goed is. We zien een betere neurocognitieve ontwikkeling. We zien het risico op infecties afneemt als je die catch-up groei laat zien. Nadeel zien we ook. Hoger risico op hart- en vaatziekte, suikerziekte. En wat ik las, dat je voornamelijk bij die prematuren een soort premature voeding wordt het genoemd, die wat meer eiwitten bevat ten opzichte van vetten en koolhydraten. En ik was aan het denken of het niet mogelijk zou zijn om, als we dus weten dat deze groeivertraging heeft plaatsgevonden, om dan misschien eens een studie op te zetten om te kijken of we deze kinderen, die dus wel aterm zijn geboren, misschien wat meer van die premature voeding of wat meer minder vetten. Dus dat we dus met een aangepaste voeding. Wat zijn dan de uitkomstmaten? En hoe lang moeten we de kinderen opvolgen? Ik zou 10 jaar, misschien 15 jaar, eens kijken naar de lipideuitstoot, naar de bloeddruk. Als we daar nog een promovendus voor moeten vinden voor zo'n traject. Dus misschien postdoc. Postdoc. het is jullie nog niet helemaal duidelijk wat voor interventie er dan zou moeten plaatsen. Het is ook heel ingewikkeld, want u geeft aan, er is best wel veel debat. Maar is dat nou wel ook de juiste plek om te interveneren? Moeten we met voeding van kinderen wat doen? Of zijn er nog andere dingen die we zouden kunnen overwegen? Ja, die voeding, daar begint het denk ik mee. Maar we zien nu in studies dat de omgeving vooral een hele belangrijke invloed heeft. De Lifeline Next-studie, die loopt in Groningen. En daar zie je dat zoveel omgevingsfactoren, is het roken van de moeder, is het op de snackbar om de hoek liggen, is het wat voor uitlaatgassen rondzweven, dat heeft allemaal invloed op die ontwikkeling en die groei van het kind. Zoals we vorige week lazen dat we aan top staan in Nederland, dat we de langste mensen zijn, maar dat er nu toch lijkt af te vlakken vanwege de voeding wordt dan geschreven. Dus ik denk, voeding is iets wat moeder thuis kan beïnvloeden, maar dat we ook alert moeten zijn om die omgeving, sociaal-economische status waar mensen zich in bevinden, of we daar nog iets in kunnen beïnvloeden. Of wat zou je leven in Limburg hier natuurlijk, daar is een achterstand qua leefstijl, heel veel factoren. Moeten we inzetten op die leefstijlfactoren bij zwangeren, of misschien zelfs wel preconceptioneel, of moeten we meer ons op de kinderen richten? Als we het toch hebben over efficiëntie en kosteneffectiviteit, waar denkt u dat de meeste winst behalen valt? Ik denk, zoals hier in Maastricht, de topmama en coach, dat zijn programma's die al preconceptioneel beginnen. En hoe vroeger je kunt beginnen, al is het de bewustwording. Dat het meeste valt te halen, loop je niet achter de feiten aan. Maar goed, je moet ook een bepaalde motivatie voor hebben. En middelen natuurlijk, en ondersteund worden. Dat moet al zoveel, hè? Dus we kunnen wel veel willen, maar ik denk dat we allicht de ondersteuning kunnen bieden en de bewustwording creëren. En als we stoppen met rokenpolie, dat je misschien ook moet aandoen de gezonde etenpolie. Ja, dus er moeten nog heel erg veel studies gedaan worden. Heel veel gedaan. Nou, hartelijk dank voor uw antwoorden. Ik ben geheel tevreden en ik geef graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel. Dan gaan wij naar collega Willekes. Stafarts verloskunde, ook in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Dank u wel, prorector. En opleider van de kandidaat die ik graag een vraag wil stellen. Ik wil ook nog even een stapje terugnemen in de geschiedenis. Want wij zijn niet de eerste keer met elkaar geconfronteerd. Hè? We hebben elkaar al veel eerder gezien. Namelijk, jij zat in mijn tutorgroep. En ik ben het jaar een beetje kwijt, misschien kun je me helpen. Welk jaar was dat ook alweer? 2013. En ik begrijp dat toen het besmettingsgevaar heeft opgetreden en het virus voor de gynaecologie
een stevige voet heeft geplant in jouw hart. En ik wilde je daarbij feliciteren met tot nu toe het boekje wat je hebt geschreven en de prachtige lijst van de artikelen die je al hebt geschreven samen met jouw fantastische team. Ik zie echt dat het een joint effort is geweest. En ik ben zeer onder de indruk dat toen al het gedrag uit het verleden wat heel goed was. Je was heel gemotiveerd, enorm gedreven. Na menige lezingen stond je met vragen klaar. Ja, dat werd ik niet vergeten. Dus dat was echt al een hele mooie voorspeller voor hetgeen wat we nu samen zien. En wat een mooi product is van het werk van de afgelopen jaren. Aangezien mijn expertise niet alleen opleider is, maar ook ergoscopie, wil ik je daar graag over bevragen. En ik wil je graag meenemen naar hoofdstuk 7. En daar is al eerder naar gerefereerd en de referentie was naar het matige slagen van het predictiemodel van de FMF in de studiepopulatie die hier geweest is. Hè, dus de retrospectieve analyse daarvan. En ik wilde graag aan u vragen, want het blijft een beetje in algemeenheden, hè, want het predictiemodel is dan niet zo goed geslaagd. Welke factoren hebben daartoe bijgedragen dat dat niet zo goed geslaagd is? En ik wilde vooral met name wat meer informatie over de ergoscopische aspecten daarvan. Zeer geleerde opponent, bedankt voor uw mooie woorden en voor uw vraag. Het FMF-model is een heel mooi gevalideerd model. Doet het voornamelijk goed inderdaad voor de pretermen groeivertragers. En dat gaat ook om de factoren die we meenemen in dat model. Zoals bijvoorbeeld de biomarkers, maar ook de meting van de arterie uterina. Vanwege het retrospectieve karakter van deze hele studie. En het ook niet ethisch is om iets uit te gaan voeren bij patiënten zonder dat je weet of het effect heeft, hebben we in deze studiepopulatie, en zeker vooral omdat de meeste zwangeren boven dat 10e percentiel zaten, geen uterinametingen gedaan, niet kunnen uitvoeren. En ik denk dat dat een belangrijke bepaler is, waardoor dat model ook bij ons het gewoon niet zo goed heeft gedaan in onze populatie, los van of je preterm of aterm kijkt. Wat ik stiekem hoop is nu met de invoering van de 13 weken echo en nu nog een onderzoeksverband. Maar stel je zo van een jaar of twee, zoals de 20 weken echo, iets waar veel zwangeren voor kiezen, waarvoor ze komen naar het ziekenhuis. Dat dan een ervaren echoscopiste, want ja, je hebt wel enige ervaring nodig, de meting van die uterine kan meenemen. Dus dat we dan kunnen zeggen, nou, we prikken de biomarker al op het standaard 12 weken moment. Laten we de uterina ook meten bij die 13 weken echo. Dan voorkom je dat je een extra zorgverlener, een extra zorgmoment. Als je dat allemaal moet inlassen, wordt de patiënt ook niet invasief. Want ja, je meet ze er even bij. Maar ze kunnen ons wel, naast natuurlijk de structurele afwijkingen, waarvoor je die 13 weken echo doet, zouden ze ons wel veel kunnen voorspellen of in ieder geval informatie kunnen gaan geven voor mogelijk de rest van de zwangerschap. En dan betreft het een prospectieve patiënt. Dus dan zul je misschien ook kunnen gaan inschatten wie preterm moet gaan bevallen. Of wie in ieder geval meer monitoring, wie je wil gaan opvolgen. Dus die uterina, absoluut, die hebben we nodig. En ik hoop dat we die in onze prospectieve studie ook vaker kunnen gaan meten. Ja. En dan wil ik u nog verder meenemen, want u hebt nog een mooi model voorstelt en daar blijft u ook in termen met Doppler. Ik zie drie keer het prachtige woord Doppler staan. Kunt u een tipje van de sluier oplichten op pagina 185? En dat is dus het voorstel voor het model voor screening en follow-up in ieder trimester van de zwangerschap. En dan staat er bij het eerste trimester staat er Doppler, bij het tweede en bij het derde. Kunt u mij vertellen wat daar in uw ogen moet staan? Ja, ik zou in het eerste trimester, zoals ik juist aangaf, de uterina dus meenemen. Nou, je ziet vanaf 20 weken dat ook de arterie umbilicalis, dus in de navelstreng, een goede voorspeller kan zijn. Of daar een verhoogde weerstand is of inderdaad reverse flow. Dat een indicatie is dat er wel degelijk sprake is van een ernstige groeivertraging. En dat je moet afwegen of het kindje beter af is in de buik dan naar buiten. Maar wat ik daar ook bij bedoel is eigenlijk de verhouding tussen de cerebrimedia en de umbilicalis.
Helaas meten we op dit moment niet meer standaard, omdat hij nu onderdeel van de CAPRA-studie is. Dus mensen die zich melden met minder leven, dan meten we hem wel om te kijken of het inderdaad een goede voorspeller is. En ik denk zeker een goede vertraging is het brain sparing effect, waardoor je dus je ziet de doorstroming naar het hoofd. Dus in eerste instantie zul je zien dat de umbilicalis dus bij de navelstreng afwijkt, maar daarna zal ook die arterie in het hoofd een verhoogde weerstand gaan laten zien. En als je hier dus ook al bij hebt, naast alleen maar de umbilicalis, en die dus die verhouding tussen die twee ook verstoord is, ben ik van mening dat die ons nog meer vat kan geven en nog meer informatie van hoe het met dat kindje gaat. Dus ik ben benieuwd, als ik die CAPRA-studie is afgerond, of we hem ook weer regulier mogen gaan meten. Ja. En kunt u zich dan nog voorstellen, want ik ga dan met u samen naar hoofdstuk 6. Want daar wordt terecht gezegd, hè, de placenta correleert met een aantal parameters die u gemeten hebt. Maar dat gaat natuurlijk dan om een placenta die geboren is. Ik weet dat in uw onderzoeksteam nog meer expertise huist en ook onderzoek gedaan wordt naar echoscopie van de placenta in de zwangerschap. Zijn er een aantal parameters van die echoscopie van die placenta in de zwangerschap die daarbij een rol zouden kunnen spelen bij die vroege detectie? En kunt u daar wat over filosoferen? Ja, wat je vaker ziet, en voornamelijk richting het einde van het derde trimester, dus bijvoorbeeld een mevrouw komt consult serotiniteit, 41 weken. Soms heb je een placenta die je ziet die gewoon egalig goed is, maar soms zie je dat die echt witte calcificatie heeft, soms op placenta lakes. En ja, we zien gewoon in steeds meer studies en ook uit onze eigen groep dat dat toch wel relaties heeft met dat bepaalde gedeeltes van de moeder ook minder goed werken. En dat dat inderdaad ook, ondanks dat misschien het vruchtwater nog goed is en de dopplermeting, dat je het wel mee kunt nemen in je counseling naar de zwangere toe, van nou, ik neig er toch naar dat we nu al gaan inleiden, in plaats van dat we nog een weekje laten doorlopen met deze patiënt die al zoveel afwijkingen heeft. En het is nog niet zo zwart-wit dat je kunt zeggen, nou, ik zie dat 50% van uw placenta gecalcificeerd is, dus u heeft nog 50%, u kunt nog zo lang verder. Nee, zo is het niet. Maar het zijn wel aanwijzingen die we wel kunnen meenemen. Ja. Weet u toevallig of er onderzoek gedaan is bij juist die placentas met die karakteristiek dat er in de zwangerschap al met dezelfde placenta echoparameters naar is gekeken of dat goed correleerde? Want ik refereer naar onderzoek van een collega naar. Doppler, zeker. Er is dus ook relatie tussen de afwijkingen die we zien en de dopplermetingen, maar ook de PLGF en de S-flut. Je ziet inderdaad relaties tussen dus afwijkende biomarkerwaardes en de aanwezigheid van die placentaleeks of bijvoorbeeld die calcificaties. Dus ja, dat staat echt allemaal met elkaar in verband. En dat moeten we zeker meenemen. Prima. Ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel. Uw proefschrift gaat over vertraging. En dat is het voorrecht van de prorector dat hij deze procedure ook wat kan vertragen. En daar maak ik dan graag gebruik van. U kent vast Kahneman, de hoogleraar die een fantastisch boek heeft geschreven over besliskunde. Want uw vak gaat over besliskunde. Hij won daar de Nobelprijs voor. En ik had het genoegen deze week om naar hem te luisteren over zijn nieuwe boek. Dat heet Ruis. En in dat boek staat de wetenschapsfilosofische gedachte dat je uit associaties per definitie geen oorzakelijk verband kunt afleiden. En ik had u willen vragen, wat vindt u van die gedachten na uw antwoorden? Maar dat ga ik toch niet doen, dat verplaatsen we naar de borrel. Want ik zag tegelijkertijd ook uw tweede paranimf geweldig popelen dat zij ook wel een stelling wilde voorlezen. Dus ik wil haar vragen stelling 5 voor te lezen. De placenta vertelt het verhaal van een zwangerschap en kan dienen als de black box van een gecompliceerde zwangerschap. En als ik dat dan lees, dan denk ik, wat staat daar nou? Hoe kan iets tegelijkertijd een verhaal vertellen en een black box zijn? Hooggeleerde opponent, prorector. Ga uw gang. Dit was precies de reactie van mijn promotor toen ik deze stelling voordroeg. Want voor mij was het heel duidelijk. Ik dacht, als ik in een vliegtuig zit en dat vliegtuig neerstort, zien ze daarna in die black box wat er heeft plaatsgevonden, waarom we zijn neergestort. Maar in de wetenschap is de black box natuurlijk ook het zwarte geheel waar je niets vanaf weet. Of waar in ieder geval nog veel vragen liggen. En ik denk dat we op dit moment de placenta nog gebruiken als die black box in de wetenschap.
En ik hoop dat we hem dadelijk kunnen gaan gebruiken als de Black Box. Ik voel mij overtroffen. De gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. Ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten.
Mevrouw Hendricks, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. En op grond van haar positieve oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. En de hoogleraar professor Spaneman is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Manouk Leonard Elisabeth Hendricks, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verboden. Verboden niet. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend, behoudens de mensen van heel ver, en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. De laudatio zal worden uitgesproken. Dank u wel. Beste Manouk, wat een mooie dag en wat een mooie prestatie wat je net hebt geleverd. Ik ben ontzettend blij voor jou vandaag. En ja, om jou zo te zien staan en stralen, dat is echt een van de mooiste dagen die je zal beleven. En het was een hele mooie reis wat wij samen meegemaakt hebben. Ik was blij en ik heb de eer om de reis samen met jou te mogen meemaken. De reis begon in 2014. Ik dacht exact nog, 28 augustus 2014, dat was een donderdag. En dat was een aanleiding van een tip van mijn collega, dokter Willekes, die zei van, er is een enthousiaste student die op zoek is naar een onderzoeklijn. Dus ik heb jou toen heel enthousiast op een mail gestuurd van Manouk, hi Manouk, ik ben Salman Anasi, bel mij en dan gaan we over onderzoek praten. En het is gepast dat Christine vandaag hier is ook om het eindresultaat te zien. Maar het was heel duidelijk van onze eerste ontmoeting dat jij bijzonder bent. Want ik heb veel gesprekken met studenten gehad. Maar je was de eerste die zei van, oké, maar ik wil mijn eigen onderzoek starten. Dus ik was daar heel blij mee. En ik wist meteen dat dit wordt de volgende PhD-student. Dus we hebben samen het onderzoek begonnen. Maar het was een helse taak om alle zwangere vrouwen van die periode, meer dan 1500 uit drie verschillende databases te zoeken, te combineren, te analyseren. En niet alleen dat, maar je schreef het protocol voor het onderzoek, het MUTC, je belde regelmatig naar daar en de patiënteninformatie volgde. En je hebt zelfs de volgende stap bedacht, en dat is het prospectieve onderzoek. En je hebt het zelf de naam gekozen, de Vigor-studie. Maar de weg voor onderzoek was uiteraard niet zo glad gestreken. Er waren hobbels op de weg, maar het waren ook heel mooie hoogtepunten. Ik kan me herinneren de eerste keer dat je een figuur had waarbij je duidelijke significante associaties zag tussen groeisnelheden en genitale uitkomsten. Dat was een hele mooie dag. Maar daarna, de eerste publicatie bleef uit, bleef 2 jaar uit. En je hebt 2 keer gesubmit en afgewezen.
En toen zakte de moed een beetje in de schoenen. En toen twijfelde, hè, moet ik niet naar een ander onderwerp gaan. Maar gelukkig, ik heb jou kunnen overtuigen om te blijven doorgaan. En ja, toen kwam de doorbraak, de eerste publicatie in 2018. En dat was een heel mooie dag. Maar daarna gebeurde iets heel raars. Toen ging je als een tierenleer en je had maar liefst 5 publicaties in 1 jaar. En ja, je was klaar. Dus je mocht dan een boekje overheen gaan en dan kon je promoveren. Maar het was, het was gewoon zo grappig dat een van die publicaties wat je had terugkwam geaccepteerd. Zonder revisie. Dus ja, dat was van die speciale dingen. Heel knap. Even kijken. Maar goed, je hebt door je aanstekelijke enthousiasme en energie een heel groot netwerk van collega's en onderzoekers gebouwd. En ja, er waren fans van jou van Cambridge tot Barcelona, tot zelfs in Amerika waar je niet zo bijzonder blij mee was. Maar elke keer dat we op gesprek gingen met professor Gavilanes, met professor Furon, professor Burton in Cambridge, iedereen wilde met jou samenwerken en dat was heel blij, heel mooi om te zien. Maar je hard werk was ook bekroond met veel abstracts op congressen en symposia. In het bijzonder was gewoon de eerste keer dat je een oral presentation mocht geven in de International Society of Ultrasound Congress in Rome in 2016. Je was zo zenuwachtig op die dag, maar je deed het fantastisch. En ik stond daar aan de zijlijn zo'n beetje te coachen als een voetbalcoach die met zijn spelers probeert te koppen. Gewoon stond ik daar ook de antwoorden te geven in mezelf. Dus dat was heel mooi. En daarna volgde hetzelfde oral presentations en hetzelfde congres in 2016, 17, 18 en 19. En nog meer andere wat ik waarschijnlijk niet meer ken, maar je bent zo gewend aan dit succes dat je niet meer van opkeek als je een posterpresentatie ergens moest geven. Het moest gewoon een oral presentation in een congres en daar deed je niet voor minder. Je bent gedreven en je bent heel slim, maar jammer dat ik jou niet als persoon beter had kunnen leren kennen, maar gelukkig, we hebben andere mensen in het team die altijd voor jou een luisterend oor hebben. Judith en Mark die met wijze woorden, motiverende woorden er waren. En we hebben ook uiteraard jouw vrienden gevraagd van wat voor persoon is Manouk. En ze gaven ons heel veel tips. Maak je geen zorgen, ik kan niet alles verklappen wat ze verteld hebben, maar een paar dingen. Je favoriete hobby is reizen. Nou, dat wisten we wel. Maar dat je zo vaak op vakantie bent gegaan, dat had ik niet gedacht. En ik vraag me af waar je de tijd had om al die artikelen te schrijven. Je favoriete website? Ik dacht PubMed of UpToDate, maar het schijnt Uber Eats. En dat zou je niet zeggen als ik naar jou kijk. Maar toch ben je een trouwe klant daar. Maar je bent ook heel sportief, je houdt van fietsen, van hardlopen, van volleyballen. En mijn grootste liefde zit in de zaal, daar, Robert. En Robert, je hebt gewoon het dichtst bij Manouk gestaan al die jaren. Je hebt waarschijnlijk veel tranen van geluk en van verdriet afgeveegd. Maar je was altijd de rots in de branding. En de liefde dat in Frankrijk in de camping is ontstond, is sterker geworden door de jaren heen en heeft zelfs een promotietraject overleefd. Dat vooral. En ze heeft jou ongetwijfeld veel verteld over groeivertraging, dat ik denk van, jij kan nu echt een betrouwbare echobiometrie doen, als ik dat vraag. En je kan een zwangere vrouw met groeivertraging prima counselen. Manouk, je weet niet hoe blij we hier staan als begeleiders. Maar niks komt in de buurt van hoe blij je ouders zijn. Ik denk, ze hebben die dag heel lang, langer dan jou van gedroomd. Toen misschien je al op school was, toen je eerst vertelde dat je onderzoek wil doen. En ze hebben alles aan gedaan dat je hier vandaag staat. En mama en papa, dit is ook jullie verdienste.
Ten slotte, Manouk, het was een eer om je reis en ontwikkeling mee te maken. En dank ervoor. En dank dat je Judith op een bepaald moment hebt gekozen als tweede co-promoter. Dat was de beste beslissing die je ooit hebt genomen. En samen met haar en Mark hebben we echt veel genoten van jou te begeleiden, te helpen aan deze proefschrift te behalen vandaag en daar een feest van te maken. Ten slotte, ik heb heel veel talenten in jou ontdekt, maar jouw doorzettingsvermogen, jouw ambitie, dat was zo mooi om te zien. En ik denk, je hebt altijd nieuwe grenzen die je wil verleggen en je weet altijd hoe je je doel kan bereiken. En dat doe je ook met een eigen charmante stijl. En ik en heel veel blije en trotse mensen hier in de zaal zullen daar zijn om je stralende carrière te bewonderen. Van harte proficiat voor jou, jouw geliefde, vrienden en familie. En geniet van deze dag. Dr. Hendricks, namens de universiteit mag ik u ook feliciteren met deze geweldige prestatie. Het is altijd mooi om te zien dat een student uit eigen geledingen ook doorgaat als academicus. En ik wil ook graag het promotieteam namens de universiteit heel hard danken. En het is niet voor niks dat collega Willekes aan die kant is gaan zitten, begrijp ik. Want ik begrijp, die term is niet gevallen in dit onderwerp, maar ik begrijp dat zij eigenlijk het eerste zaadje heeft gelegd. Een woord wat jullie met z'n allen zorgvuldig hebben vermeden, de rol van de man in de zwangerschap. Uiteraard ook de felicitaties aan de familie, aan je partner, de ouders en alle vrienden en bekenden namens onze organisatie. Wij gaan deze zitting formeel beëindigen. We hebben wel wat spelregels over hoe we dat gaan doen, mede gezien de COVID-periode. En nu uit de zaal mag als eerste zometeen de zaal verlaten. We hebben een receptie in de buitenruimte, dus daar mag u naartoe lopen. En volgens Maastrichtse gewoonte hoeft u niet te wachten tot u allemaal gefeliciteerd hebt. U mag beginnen met een biertje of een spaatje of wat u lekker vindt. En dan komt de promovendus, de dokter, komt later vanzelf wel uw kant op. Wij blijven even hier als team, omdat wij een foto gaan maken. En dat doen we ook hier, omdat we dan ook de twee gasten van buiten op deze manier op de foto hebben. Die zullen we dan de gelegenheid geven om u te feliciteren. En daarna gaan we met z'n allen nog even naar de trap voor de gebruikelijke foto. En dan pas laten we u kussen door alle mensen die dat willen. En dan sluit ik nu formeel de zitting.